Vandaag wil ik met jullie hebben over bokken. Nee, natuurlijk niet deze bokken. En ook niet deze bokken. Hijsbokken en transportbokken. Alle gekheid op een stokje, ik wil het met jullie hebben over bokken. Hijsbokken zowel, transportbokken. Je hebt T-bokken, L-bokken. Maar we gaan het vooral hebben over het verschil tussen transportbokken en hijsbokken. 99% van de bokken die wij op de bouw hebben, zijn bokken voor transport. Ga daar dus altijd vanuit. Hijsbokken daarentegen dienen gekeurd te zijn, elk jaar en gecertificeerd. Zijn te herkennen aan robuustere hijsogen en een keuringssticker op de bok. Zie je een bok staan, ga er altijd vanuit dat het een transportbok is. En een transportbok is alleen geschikt vanaf de vrachtwagen naar de grond en andersom. Ga je het verhijzen, dient het een hijsbok te zijn. Waar zet je bokken neer? Antwoord is simpel, maar op een bouwplaats toch nog wel eens lastig. Op een vlakke, draagkrachtige ondergrond. Bokken zijn een handig transportmiddel voor verschillende zaken. Denk aan HSB, glas. Maar ze zijn zwaar en dus gevaarlijk. En worden door de leverancier goed bevestigd. Gun jezelf goed de tijd voordat je elementen weg gaat halen. Kijk goed. En daar is die weer, voer er LMRA uit. Want je weet maar nooit. Maar ook in de voorbereiding moeten we rekening houden met de belading van de bokken. En dan de juiste volgorde, want veiligheid doen we samen. Zelfs als we alles goed geregeld hebben, is er één factor waar we geen invloed op hebben. En dat is de wind natuurlijk. Zoals je ziet, van dit grote oppervlakte met al dat glas, dus dat pakt veel wind. Soms zijn de elementen zelfs breder nog dan de bok. Dus verwacht je veel wind? Die basis is te smal, heb ik een praktische tip. Schuif een balk in die gaten, zodat je de basis verbreedt, zodat de kans dat die omwaait nul is. We zijn druk in onderhandelingen met leveranciers van bokken om dit aan te pakken op een handige manier. Maar dat kan nog wel even gaan duren. Ja, daar krijg ik inmiddels een bokkenpruik van. Dus wij doen toch samen voor veiligheid.